eten van een hamburger is altijd een gedoe. Hoe eet je een hamburger? Ten eerste, neem toch nog voor de zekerheid een slabbetje. Waar blijft de hamburger? Ah! Mensen pakken hem gewoon beet met hun handen en eten en beginnen aan één kant, waardoor je op een gegeven moment dat vlees, dat duwt hem naar achteren. Dus hetzelfde met het sausje wij in het midden doen. Als je hem omdraait, gaat het veel makkelijker. Het kapje is meestal dunner als de onderkant. En je pakt hem eigenlijk beet, waardoor je met je pink de onderkant ook beet pakt. Dan hou je hem van achteren, hou je hem, kijk, hou je hem beet. En je hebt genoeg ruimte om die hele mond, je houdt hem tegen. En kijk jongens, medium rare. Dus je kunt gewoon, omdat je hem tegenhoudt met je pink, het broodje, kan je een grote hap nemen. Je duwt hem wel een beetje naar achter, maar je voelt hem gewoon, kijk, dat je hem beet houdt. En kijk, die cuisson. Medium rare. En af en toe ook eventjes omdraaien. Dus als je niet dat hele stuk naar beneden doet. Kijk, niet, je kan hem zo eten, maar je kan hem ook een stukje omdraaien en dan begin je hier weer te eten. En je blijft hem beet houden met die pink aan de andere kant. En zo eet je een burger. Kijk, er blijft altijd wel wat onderaan druipen. Maar zo moet je een burger eten. Bij McDonald's krijg je ook geen mes en vork. Dus dames, met de hand eten. Heerlijk zeg. Oeh. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.